terug in het park Springhills. Dit park heb ik zelf gebouwd. Staat nu ook online op de Steam Workshop. Ik ga dit park reviewen. Dit zou de entree. De regels die park heeft opgehaald zijn verkeerd en tikfluismaat gelijk. En dit zijn de mensen die de kaartje kunnen krijgen. En dat is altijd op een vooraan een karretje. En hij heet de Penny Time Carousel. En het park is druk. Het drukste park ever die wordt gebouwd. We gaan heus alleen de achtbaan. Waarom zit hier niemand in? Oh, weet ik niet. Dit is de Fire Wing. Ook een hele leuke attractie lijkt me. Maar die ga ik niet interviewen. Dit is de Turner. En leuk achtbaan lijkt me. En ga gelijk. Ik denk dat het een soort van craft is en een balie. Maar deze heeft net zo'n dus dat is echt blauw en gaan krijgen. De Hurricane. Ik ben het eigenlijk zo heet. Maar deze is een pop. Daar is de drugsachtbaan, de expert. Dit zijn de teacups. Dit heb ik eerlijk gezegd niet zelf gebouwd. Dit is een blueprint. Dan gaan we even naar de. Die ga ik nu niet vragen, maar dan moet je even de blueprint. Dan is het deze, de Old Teacup. De Old Tea House. Ik vond hem wel leuk. Een beetje fairy tale. Dus gaan we nu naar de langste wachtrij ter wereld. Dit is de Fastlane is aan. Maar ik zie deze. Dan even in de voorzien. Mooi.
Dit is echt mooi. Ik denk dat het met een echt heel veel winst van mij. Dat je zo dat je. Of dat je zo die kant vliegt. Net dat je het naar hem. Ik klim hier naar boven, dus ik moet hier op gaan zien. Expert. Ha! Dit vind ik. Dit vind ik ook zo'n slap ding. Ik leek me niks aan. Maar ik heb gewoon even clichés gemaakt omdat ik een thema.
de dive coaster gaan we denk ik ook wel doen, maar hij heeft ook echt letterlijk. Sorry, ga ik weg. De dive? Dat ik ook wel idee. Gaan we ook even doen, zo meteen. Dit is een piratenschip. Hij is de North Ocean. En die nog. Dit is Hurricane. Dit is net de Goliath waar. Een wit huis dus. En een beetje kan aan de reactie laten. Blauw heel mooi. Hi. De Goliath en Wadiwald gemaakt en meegemaakt. Schrijf er, zeg ja, zeg ja, alleen ja, in de beschrijving als je het gedaan hebt. Oké? Okay? Ook een stuk achtbaan. Oh shit. Ik moet even iets doen. Iets heel belangrijks. Ja, dat moet ook altijd betalen. Ja, echt wat. Daarnaast ook schreef ik, als jullie deze game spelen, niet gelijk in het begin. Gelijk al die meedrichten nemen, we gaan gelijk ontslag nemen. Ja, ik ga je niet zoveel zeiken. Ik ga niet zoveel moeten lopen te zeiken. Oké, deze vind ik ook te verwoord om mee te doen. Nou, we hebben hier een heuveltje. Dit is de big wheel. Dit is fly wheel. Ja, dit is echt een wheel. Niet zeiken, dit is gewoon een wheel. Er staat ook een bobby aan de hand. Ik weet niet hoe het ding heet. Dit is de flyover. Fly. Fly. Circus Express. Circus Express ben ik ook gisteren mee te doen.
de experten. De Gorgsgroep, dat ook niet doen. De Rocket. Nou, deze stuk ga ik niet doen, dus nee, geen denk aan. Maar ik ga wel aan deze achtbaan doen uiteraard. De G-Force. Waarom is het zo lag? Leuk, dat is wel een positief. Ik. Nou, het is nu weer helemaal. Kijk, rol dat armpje. Kijk, dan gaan we weer een aparte bot maken voordat we die lancering gaan. Oké, hier heb je. Oké, neem het lekker. Dat is heel. Overpower deze. Ja, dit is een triple launch coaster trouwens. De Rocket, dit is een triple launch coaster. Ja, dit is nog wel in het echt een prototype. Dus wie weet dat er een uit zo'n heen komt. Maar deze remt lekker af en gaat wel 3 keer. En sloem. En deze wil ik ook graag doen, deze vind ik bijzonder. Deze heb ik aan mezelf gebouwd. Moet zien. Jullie geloven deze nu niet, maar het is toch zo'n triple launch coaster. En hang on, onder de baan van triple launch coaster. Duurt lang. Lachen. Ja. Ik zit bij de vrouw. Ja. Gaat. Thank you.
Net als de Rocket. Shit. Dat is toch niet te geloven. Nou. Sorry, ik zet af. Oké. Dit was de video. Tot de volgende keer. Doei!